So hello everyone. I'm assuming you can you can hear me properly. Yeah, perfect. I see some thumbs up. All right, let's share my screen. Is it okay if I do the talking Dutch, or is there anyone who prefers English? That would be fine for me as well, but just to know, might be easier to do it immediately in Dutch. Anybody? No. So I propose to switch to Dutch then. Yep. Okay. That makes it a bit more easy. Mijn naam is dus Gerard Riaansens. Ik ben product owner van VRT Nu. Mijn eerste stukje van de talk zal zijn over ja, wat is VRT Nu en hoe dat we bij VRT Nu eigenlijk een antwoord proberen te geven op Netflix en de Disney Plus'en van deze wereld. VRT Nu, voor degenen die VRT Nu niet kennen, dat is een online video experience uiteraard, waar vandaag de dag hoofdzakelijk video's worden aangeboden. In de toekomst zou dat kunnen zijn dat er ook podcasts bijkomen. Muziek. Dat is dus video on demand, dus op vraag, maar evengoed live broadcast, waarin dat we toch wel een beetje verschillen van wat Netflix bijvoorbeeld aanbiedt. Dat is puur video on demand. Bij ons komt er live broadcast bij, wat het iets complexer maakt enerzijds, vooral ook omdat we ons proberen te focussen op de gebruikservaring. Dat is toch, daar vertrekken we eigenlijk van, met dan nog extra aandacht voor voor toegankelijkheid en voor de gebruikers die minder mogelijkheden hebben om dezelfde beleving als een standaard gebruiker door te maken. Om een idee te hebben, streaming, enkele cijfertjes. In onze topweek hadden we op een bepaald moment 660.000 gebruikers, individuele gebruikers, dus niet browsers, maar echt accounts die hadden aangelogd. En die hadden in die bewuste week meer dan 4,3 miljoen video's bekeken. Om dan een ideetje te geven van de catalogus zelf, daar zitten we ongeveer aan de 16.500 episodes of afleveringen die gebundeld zitten in ongeveer een 500-tal programma's. De missie van VRT als als een bedrijf is om eigenlijk om te inspireren, om te informeren en om te verbinden. Inspireren, dus eigenlijk willen we programma's brengen die de mensen aan het denken brengen. Informeren, we willen de mensen het meest recente nieuws meegeven en anderzijds verbinden. We willen mensen ook laten kennismaken met andere groepen in de samenleving, waar dat je anders misschien minder mee in aanraking komt. Hoe brengen we dat vandaag, of hoe brachten we dat eigenlijk tot nu toe aan de man? Dat is eigenlijk door treintjes te gaan opzetten. Treintjes van programma's die de drie onderdelen van de missie in zich meebrengen. Dus we zetten dan eigenlijk eerst een programma dat iets verbindender werkt dan misschien iets wat verbindt, iets wat inspireert en waar misschien heel veel kijkers naar komen. Dan zetten we misschien een iets moeilijker programma achter, zodat de mensen ook geïnformeerd zijn als je een avondje VRT hebt gekeken. Alleen, wat zien we natuurlijk als een trend in de markt vandaag, is dat het lineaire kijkgedrag enorm aan het dalen is de laatste jaren door de komst van Netflix. Dat is niet alleen de laatste jaren, je ziet dat is al jaren, een tiental jaren bezig. Door de populariteit van een Netflix en een Disney Plus bijvoorbeeld, of een streams vandaag, zie je dat het gewone lineaire kijken, dat eigenlijk vermindert. Dat wordt veel ingewikkelder voor ons als broadcaster om onze missie dan nog waar te maken. En wat we vroeger gewoon iets op antenne gooiden en dat kwam dan in alle huiskamers op tv. Zitten we nu met een situatie waarin je als gebruiker zelf gaat kiezen welke content je kijkt en op welk device. Dus mobiel, in de woonkamer, onderweg, op de laptop. Wat maakt dat het dus iets of een heel pak moeilijker wordt om ons verhaal nog te vertellen, om nog die treintjes bijvoorbeeld te gaan aanbieden aan de eindgebruiker. De oplossing daarvoor is uiteraard, daarvoor zijn we er ook vandaag, is VRT Nu. Waarmee dat we dus diezelfde boodschap proberen te brengen. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Tom gaat de technische kant straks ervan wat meer uitleggen.
Dus eerst en vooral hebben we alle assets verzameld. Alles wat lineair op de buis komt, dat hebben we verzameld in een soort van assets database of een management systeem. Maar evengoed hebben we daar ook web-onlys aan toegevoegd en misschien wat extra's, behind the scenes bijvoorbeeld. Maar evengoed zijn we ook zaken uit het archief gaan halen en om die terug online aan te bieden. Daarnaast zijn we eigenlijk die assets gaan taggen met metadata. Manueel kunnen we dat doen door de juiste categorie eraan te geven, om het juiste merk eraan te koppelen. Is het één Canvas of Stubru of M&M? Want zij hebben ook videocontent bij ons staan. Maar daarnaast hebben we ook artificiële intelligentie ingeschakeld om al die video's te gaan doornemen en om dan bijvoorbeeld de ondertitels door te lezen en dan te kijken, oké, welke metadata kunnen we daaruit halen om dat dan nog beter te gaan taggen, al die assets. In een derde stap zijn we eigenlijk gestart met het VRT-profiel, waarmee dat we eigenlijk onze gebruikers proberen iets beter te kennen. Dat is dan natuurlijk expliciet gedrag in de zin van, of verklaard gedrag, ja, ik ben die persoon, ik heb die leeftijd, ik woon op die locatie. Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die we daar kunnen vragen, waardoor dat we jou beter kennen. Vanuit een digitaal gebeuren, maar evengoed willen we dat profiel ook gebruiken om je dezelfde ervaring te geven op de verschillende touchpoints. Dus zowel mobiel, stel je zit in de auto, je kijkt naar een bepaald programma, je komt nadien in de woonkamer, zet de tv op, je zou dat dan meteen moeten kunnen verder kijken. Vandaar dat VRT-profiel. Stel dat profiel kunnen we dan gebruiken uiteraard om heel eenvoudig meer te gaan segmenteren. Als je bijvoorbeeld veel docu's kijkt, dat we jou ook veel meer docu's gaan aanbieden. Dat is eigenlijk de pure segmentatie. Niet meteen het meest intelligente gebeuren, omdat je daar gewoon meer van hetzelfde krijgt. Enfin, dat is natuurlijk... Ik ga niet zeggen dat Netflix niet intelligent is, uiteraard niet. Maar dat is wel de manier dat zij werken in de eerste plaats. Is van, je kijkt gewoon veel politieseries, dan krijg je gewoon veel politieseries aangeboden in de eerste plaats. Dat kunnen wij helaas niet doen, omdat we natuurlijk net met die smaakverbreding aan de slag willen gaan, omdat we jouw blikveld moeten verbreden als openbare omroep. Vandaar dat we eigenlijk gestart zijn met een soort van algoritme, een openbare omroep-algoritme heet dat dan bij ons. Dat hebben we zelf ontworpen. De bedoeling is dat we dan eigenlijk jouw smaak gaan verbreden. We gaan kijken wat je vandaag ziet en gaan we kijken wat zit er... Wat leunt er dicht bij dat programma aan dat je net gekeken hebt? Maar wat haalt je toch een klein beetje uit die comfortzone om toch iets meer geïnformeerd of geïnspireerd of verbonden te geraken? Zonder dat jou dat ook meteen gaat chockeren of afschrikken. Dat willen we eigenlijk eenders wanneer in de user journey gaan oppakken. Dus we willen dat eigenlijk heel erg op maat gaan maken. Maar anderzijds willen we dat ook heel transparant maken. En dat je ook niet het gevoel krijgt, of dat je het ook heel erg transparant kan nakijken, waarom dat je die bepaalde dingen aangeboden krijgt. Drie voorbeeldjes heb ik ervan. Een eerste, we hebben eigenlijk in product design, en als we het heel simpel willen maken, dan delen we eigenlijk een profiel onder in drie gedragspatronen. Het eerste is van ontdekken. Ik kom op VRT nu en ik wil gewoon iets ontdekken. Dus je weet eigenlijk niet meteen wat kijken. Een tweede is van, je hebt iets gekeken, een bepaalde serie. Je bent ergens halverwege gestopt, dan wil je gewoon meteen verder kunnen kijken. En dat is een tweede gedrag of use case. En een derde is van, ik weet gewoon wat ik wil zien. Ik ben een thuisliefhebber, ik ga naar VRT nu, ik start thuis op en ik ben weer weg. En dat zijn eigenlijk zo drie patronen waar we mee aan de slag willen gaan in die smaakverbreding. Het eerste wat hebben we daar eigenlijk dan voor ontwikkeld, het standaard gedrag is uiteraard onze curatoren, dus één Canvas. Ze hebben een bepaald aanbod, ze zetten dat in de picture, ze zeggen wat is actueel, wat moet je nu gezien hebben, wat zijn zaken die je eventueel ook nog kan interesseren. Dus echt puur onze standaard catalogus. Maar anderzijds, als we het algoritme dan gaan gebruiken, gaan we jou ook wat proberen te inspireren door alternatieven aan te bieden in een bepaalde rail bijvoorbeeld, die heel dicht aansluiten bij wat je net gekeken hebt. En toch tegelijkertijd iets uit die comfortzone gaan
tweede is dan eigenlijk continue watching, het verder kijken. Dat doet Netflix perfect. Dat is eigenlijk gewoon restore my experience. Ik ben gestopt. De dag nadien wil ik gewoon herbeginnen. Herbeginnen met kijken. Ik start mijn programma op en ik kijk verder. Dus dat is iets wat wij natuurlijk ook moeten aanbieden als VRT nu zijnde. Alleen moeten we daar de balans houden tussen dat puur entertaining van ik kijk een serie, ik kijk nog een serie, wat eigenlijk heel veel voorkomt op VRT nu. Met anderzijds van ja, we willen het ook, als er een journaal is, willen we het ook aanbieden. Zeker als je daar regelmatig al eens kijkt, dan willen we dat niet uit jouw blikveld gaan halen, maar we willen dat ook zo vlot mogelijk aanbieden. Dus en dat algoritme, dat gaan we dan ook verwerken in onze verder kijken lijst. Dat is wat je daar ziet. Dat we ter zake, als er een nieuwe ter zake is, gaan we die zeker ook aanbieden in je verder kijken lijst. Daarnaast is, ik weet wat ik wil zien, ik ga naar thuis kijken. Ik ga naar de zoek, ik klik op thuis en ik start met kijken. En dat is eigenlijk een standaard product offer. Waar wij eigenlijk wat proberen jouw smaak dan te verbreden, is dat we na het kijken van thuis, dat we jou toch andere content gaan aanbieden die niets te maken hebben met thuis meteen, maar die toch jouw smaak opnieuw gaan verbreden. Dat is eigenlijk hoe dat we de opdracht, onze publieke missie, ook proberen te vertalen in VRT nu. Dat heeft de manier dat we dat doen, heeft wel de eerste successen opgeleverd. Wat je eigenlijk ziet, bijvoorbeeld de kijktijd op Chromecast is van 1 uur en 6 per avond gegaan naar 1 uur 25. Dat betekent ongeveer een extra episode dat gebruikers daar bekijken. Dus dat is zeker wel interessant. Dus ze kijken dan al eens iets meer en dat hoeft dan niet noodzakelijk iets binnen hetzelfde, binnen dezelfde serie te zijn. Maar daarnaast ook, als je kijkt van voordat we het openbare omroepalgoritme hebben ingezet, dan had de seriecategorie waaronder een thuis bijvoorbeeld ondervalt, die had 40% van de kliks. Maar als we op het moment dat we het openbare omroepalgoritme zijn beginnen inzetten, was die serie, de aandeel van die serie gedaald naar een 28%. Zodat er meer variatie in categorieën bijvoorbeeld is gekomen. Dat is eigenlijk hoe dat we meer diversiteit in onze categorieën proberen te brengen en hoe dat we de smaak van onze kijkers proberen te verbreden. En dat is meteen ook het einde van mijn eerste verhaal hier, of van mijn verhaal, voordat Vincent overneemt, over hoe dat VRT nu probeert, of hoe dat VRT nu aan de slag gaat om jouw smaak te verbreden. Kijken, welk scherm ik kan delen. Voilà. Ik denk dat jullie nu mijn scherm kunnen zien. Ja, dat lukt. Ja. Oké, okay, perfect. Goed. Ja, Geert heeft het gehad over veel verschillende soorten kijkers op VRT nu. Maar ik wil het ook eens hebben over de verschillende platformen of touchpoints die we bij VRT nu stilaan meer en meer beginnen te krijgen. Als je als product op die verschillende platformen beschikbaar wil zijn, dan kom je bij de onvermijdelijke vraag uit hoe hou je je design op die platformen consistent? En niet alleen qua design, maar ook interactiviteit, toegankelijkheid, copy, tone of voice. Ik ga zo maar door. Bij VRT nu hebben we daarvoor gegrepen naar een design system. Een term die jullie misschien al wel eens hebben horen vallen. Kort gezegd is dat een collectie van herbruikbare componenten en vastgelegde gedragingen die vergezeld worden van duidelijke richtlijnen, waarmee je dan consistente applicaties kan bouwen. Nu, hoe komt zo'n design system tot stand, globaal gezien, of hoe hebben wij dat aangepakt? Ja, we starten in de eerste plaats met design, uiteraard. Dat design komt tot stand na onderzoeken van de business case, research, aftoetsing bij echte gebruikers ook. Al is een design nooit af, wordt op een bepaald moment toch afgeklopt en kunnen we er als developer dan mee aan de slag. En dan maken we een vertaalslag naar variabelen van ons design waarmee wij iets kunnen doen. En dat brengt ons eigenlijk bij design tokens. Hè. Dus dit is
bijvoorbeeld van onze Figma-file, waarin dat duidelijk die componenten worden gedesigned met dan bepaalde tokens die eraan vasthangen. Wat doen we dan met die tokens? Of wat zijn die tokens nu exact? Dat zijn eigenlijk low-level variabelen, zoals kleuren, lettergrootte, afrondingsgraad van de borders, duurtijd van animaties, enzovoort. Die dan op één plek in bijvoorbeeld een JSON-file worden bewaard en aangepast. En die variabelen kunnen we dan exporteren naar verschillende platformen met telkens hun specifieke output-formaten. Voor het web kan dat bijvoorbeeld naar SAS-files zijn of CSS-variabelen. Voor Android naar XML-files enzovoort. Een tool die daarin voorziet is Style Dictionary, een open source project van Amazon. En dat is dus eigenlijk het build-systeem om die waarden om te zetten naar iets wat in iOS, Android, CSS enzovoort geconsumeerd kan worden. Een voorbeeldje van zo'n een file waarin dat er een paar tokens worden gedefinieerd in een vaste structuur. Als we dan die tokens hebben, kunnen we voor elk van onze platformen componenten gaan beginnen schrijven. Je kunt dat op veel verschillende manieren gaan doen. We hebben gekozen om een methodiek te volgen die Brad Frost bedacht heeft, of wat dat in zijn brein ontsproten is, alleszins. Misschien wel bekend bij sommigen. Dus het Atomic Design principe is geïnspireerd op de chemie. Alles is opgebouwd uit atomen en die atomen binden zich dan aan elkaar om moleculen te vormen, die op hun beurt dan ook weer complexere organismen vormen enzovoort. Zo kun je een user interface ook gaan bekijken. We hebben de meest basic blokjes, zoals een inputveld, een label, een icoon, een knop. Daarna volgen de iets grotere en nuttigere blokken, zoals een knop met een icoon, een tegel, zoals je die bij VRTNU ook vaak tegenkomt in lijstjes, een uitklapbare omschrijving, enzovoort. Als je die dan weer onderling gaat combineren, krijg je stukjes interface waarmee je al meer kan gaan doen, een lijst die tegels bevat, een tabscomponent, een optiemenu, al meer interactiviteit. Dan heb je de template, waarin je al meer een beeld kan vormen van hoe de layout van een pagina eruit gaat zien en hoe die componenten zich dan gedragen daarin. Denk aan responsive layouts. De pagina uiteindelijk bevat dan de echte content zoals je die dan zou zien in de website of in de app. Nu, voor het web hebben we die componenten platform onafhankelijk ontwikkeld door ze te compilen naar native web components met behulp van Stencil.js. En in de VRTNU-app wordt er momenteel met React Native die component opgebouwd en de TV-apps doen het in native code. Ik kan een klein voorbeeldje van bijvoorbeeld die uiteindelijke componenten. We gebruiken daar ook Storybook om die naar alle stakeholders eigenlijk naar buiten te brengen. Iedereen kan daarin kijken hoe die componenten zich gedragen, wat de juiste specificaties zijn enzovoort. We hebben dus niet alleen onze componenten in het design system steken, maar ook de design guidelines van scaling bijvoorbeeld. Onder andere ook code guidelines. Dus het is echt een set van guidelines en de componenten aan zich. Nu, om te eindigen wil ik ook nog meegeven dat het interessant is om te kijken hoe je bijvoorbeeld vanuit code dan je design kan gaan sturen. En als je design tokens hebt, in Figma kan je die bijvoorbeeld importeren, die tokens, en zo je design gaan aanpassen. Dat maakt het wel interessant, omdat je dan op een omgekeerde manier denkt en vanuit de bron eigenlijk iedereen al up-to-date houdt, zodat er geen design-updates vergeten worden. Dus dat is iets dat wij zelf ook in de toekomst nog gaan bekijken om te implementeren. Voilà. En dan de architectuur, hoe het achter de schermen allemaal in zijn werk gaat op VRTNU. Daar gaat Tom jullie met veel plezier over vertellen. En dan ga ik mij unmuten en verplaatsen. Ja, goedenavond allemaal.
Ik pak inderdaad over met weer de back-end en het applicatielandschap. Ik heb voor jullie ook een paar droge slides voorbereid, zodat jullie met veel plezier het weekend in gaan straks. Voilà, even mijn scherm delen. Oh, ik hoop dat dat zichtbaar is. Goed. Het applicatielandschap van VRTNU. Ik ga hier even in het midden beginnen. Die twee blokjes, de devices, de client-applicaties en de GraphQL BFF zelf, even uitgelicht, omdat dat de specifieke componenten zijn van VRTNU. Al de rest, alle andere blokjes die je ziet, zijn eigenlijk gedeeld met onder andere VRTNieuws, Sportzaketnet en de radio-applicaties. Voordat iemand nu de site opentrekt of Charles loslaat op zijn iPhone om te zien, klopt dit wel? Ik wil even zeggen dat dit principe van clients die via een GraphQL, BFF, connecteren met alle achterliggende systemen, dat enkel van toepassing is momenteel op de Android TV-app, de nieuwe TV-app die we juist gereleased hebben en dat je nu in een App Store van je TV kunt vinden als het een Android TV is. En pas over een half jaartje gaan ook de website en de mobiele apps volgen. Hè. Dus, maar dat komt er zeker aan. Ik weet niet, ja, ik vermoed dat iedereen in de zaal of de meeste mensen wil weten wat een BFF is. Maar ik zal het misschien kort toelichten. Dat is een acroniem voor backend voor frontend. Dat is eigenlijk een hele specifieke backend component die gefine-tuned is voor de client-applicaties. Hè. Die echt de taal van die frontend-applicatie spreekt en perfect en zeer efficiënt kan aanleveren wat voor data dat die client-applicatie hier nodig heeft. Zij het de website, zij het de mobiele app of de tv-app eigenlijk. Ja. Dat is een patroon dat we bij VRT al jaren toepassen eigenlijk. Maar VRTNU was een van de laatste om daarop in te springen. Dat is voor ons eigenlijk ook wel de goede moment. Hè, omdat we nu toestemming hebben gekregen om ook de tv-toestellen te gaan targeten. En dat wij dus eigenlijk een serieuze boost krijgen in aantal applicaties dat we moeten ondersteunen. En dat maakt eigenlijk dat je wel goed af bent met een slimme backend, die eigenlijk heel veel data voor u kan voorkouwen en manipuleren om uw werk als client zo simpel mogelijk te maken. Ik kan er misschien een klein voorbeeldje bij geven, waarom dat interessant is. Dus bijvoorbeeld om de homepage van een tv-applicatie te gaan opstellen, als client device. Hoe dat via de BFF gaat, is dat die eerst in CMS, bij ons de Adobe Experience Manager, gaat dan eigenlijk de page template van de tv-homepage opvragen. En dan gaan daar een aantal swimlanes in zitten. Hè. Dus de redactie in CMS cureert eigenlijk volledige pagina's. Je hebt dat ook in de slides van Geert gezien. Daar zitten een aantal swimlanes in die volledig opgesteld kunnen worden door AIM zelf. Hè. Bijvoorbeeld, geef me alle episodes van een bepaald seizoen, van een reeks. Maar daar zitten ook swimlanes bij die puur persoonlijk zijn. Hè. Dus we hebben daar ook die move naar meer persoonlijke VRTNU. En dat gaat altijd maar meer en meer worden. Hè. De homepages gaan er hoe langer hoe meer divers uitzien, naar gelang wie dat je bent. En die heeft AIM niet. AIM kent enkel de statische content. Dus wat gebeurt er? BFF haalt een template af, identificeert de persoonlijke rails of swimlanes erin en moet dan met een access token van de gebruiker nog even naar die service VRT profiel user data, waar hij eigenlijk een soort recommendations API gaat aanroepen voor die specifieke rail. Hè. Dat kan een rail zijn, ook leuk voor jou. Dat kan een rail zijn, verder kijken. Laatste kans voor jou. En dat zijn allemaal eigenlijk algoritmen die dan doorsteken naar ons data lake of ons dataplatform. Want het is niet alleen een lake, er zit ook een transactionele component aan die je heel snel moet kunnen berekeningen maken en zo. En dan komen die rails terug in de vorm van een aantal content ID's. Hè. Dan zijn we er nog niet. Dan moeten die content ID's nog terug verrijkt worden naar met titels, met beschrijving, met beelden. Dus opnieuw naar het CMS. Dat kan gaan over een homepage met zo'n 100 van die tiles of 200 van die tiles, dus dat is redelijk wat. En dan wil je nog eens een keer op die tiles alle die zoom points bijvoorbeeld gaan leggen. Je hebt er misschien ook al gezien dat je zo'n klein groen balkje hebt in VRTNU onderaan een tile. En dat die je dus aangeeft tot waar je gebleven waart. En als je dan voor 200 tiles nog eens een keer, moet je dan eigenlijk nog eens naar die user data service die dat de resume points van een bepaalde gebruiker opslaat. En die allemaal gaan toevoegen aan de data
om dan uiteindelijk naar, terug te shippen naar, uw client-applicatie. En in BFF maakt dat eigenlijk redelijk makkelijk om, zoiets te doen. En dan nog eens in, parallel. Er zijn een aantal efficiëntietrucken daar om bijvoorbeeld ook calls op te sparen. Als je zo 100 tiles moet gaan, de resume points gaan verrijken, zijn er technieken om in plaats van 100 keer die service, die user data service aan te roepen, om dan eigenlijk via een soort batch, een soort loader pattern in, batch te gaan vragen aan die service, die dat gelukkig ook batch operaties ondersteunt. Voilà. Dus dat maakt eigenlijk dat we daar eigenlijk heel goede resultaten zien, waarbij we volledige homepages in een paar honderd milliseconden, onder de 300, 400 milliseconden, volledig kunnen gaan uitrenderen eigenlijk en de data in JSON-formaat of in GraphQL eigenlijk terug gaan sturen naar de client-applicaties. Goed, ja, dus daar gaan we absoluut mee verder. Ik zal misschien nu nog even, want het is het volledige applicatielandschap, nog een klein beetje inzoomen op, mediaflows en de personalisatiestuff. Dus wat hebben we op VRT natuurlijk? We hebben onze high-res videosystemen, hè, met heel de catalogus van VRT van video's. Die zijn niet klaar om zomaar te streamen. Daarvoor moet een heel transcoding systeem in gang schieten en dat afleveren aan de media origin. Aan de streamingplatformen eigenlijk. Dat gebeurt in combinatie met een broadcast planning systeem, waar dan mensen eigenlijk, echt planners bij VRT, in overleg met netmanagement een planning opstellen van wat moet er op lineair verschijnen, op welke datum, maar ook wat moet er op VRT nu verschijnen, op welke datum, wat moet er wanneer terug af en zo. Met flags zoals moet er DRM op staan of niet, mag het in het buitenland bekeken worden of niet. En hier hebben we een hele integratielaag natuurlijk die dat allemaal coördineert en bijvoorbeeld ook alles doorgeeft aan het CMS van VRT nu, wat dat Adobe Experience Manager is. Zodanig dat onze redacteurs daar van VRT nu dus die content gemakkelijk in hun CMS kunnen gaan cureren en in swimlanes gaan stoppen, individueel of taggebaseerd, zoals Geert ook zei. Of geef me alle episodes van die aflevering. Typisch gaat zo'n CMS dan natuurlijk ook zijn search engine voeden en up-to-date houden, zodat je moet gaan zoeken op die content. Ja, en die media is natuurlijk dan ook niet alleen naar zo'n CMS geshipt, maar ook naar hier de rechterkant een media origin. Dus dat is een streamingplatform eigenlijk, unified streaming bij ons. Wordt gedropt op een S3 bucket daar. En die component heeft als doel om dan alles in streamingprotocols te gaan gieten, inclusief de subtitles die daarvoor nodig zijn, inclusief DRM-protectie. Dus we streamen dan in HLS of Dash en we zetten er nog een CDN tussen, omdat dat typisch tegenwoordig is dat de best practice hè, om je streaming via CDN te doen. Die component wisselt nog wel eens geregeld. Dat kan eens een LeaseWeb zijn, dat kan eens een Akamai zijn. Dat zijn contracten die geregeld is wisselen. Of wat we on the fly switchen soms, naar gelang dat er problemen zijn. Voilà. En qua media nog een image CDN ook. Dat is een custom ontwikkeling bij ons, gebaseerd op open source Tumblr, waarin dat we eigenlijk foto's kunnen croppen en scalen en effectjes op gaan doen. Die rekening houden ook met focal points en zo van die zaken. Zodanig dat je ook qua responsive design dat je makkelijk kunt gaan verwerken. Voilà. Ja, dan hebben we nog misschien het luikje personalisatie en persoonlijke data. Daar hebben we het VRT-profiel ontwikkeld. Dat is een applicatie gebaseerd op Spring Boot. Origineel ooit geforkt van Mitre Connect. Jaren geleden, maar ondertussen echt zo zijn eigen leven gaan leiden. Dat is een OpenID Connect authenticatieprotocol. En samen met, we gaan in tandem dan eigenlijk met een user data service die onder andere uw favorieten opslaat, uw resume points. Dus iedere keer als je een video kijkt en pauzeert, gaat je zien dat er een call gebeurt om uw progress te gaan bijhouden, zodat we achteraf terug kunnen gaan inpikken waar je gebleven waart. Dat is data die niet alleen voor die use case gebruikt wordt, dat is ook data die doorstroomt naar ons data lake, naar ons dataplatform eigenlijk. Want die is natuurlijk zeer, zeer nuttig om uw interesses af te leiden. Hè. Dus in dat dataplatform komt dan onder andere uw favorieten, uw resume points komen daar uit die user data service komen daartoe.
Maar er komen ook gewoon analytics uit Adobe toe, bijvoorbeeld. De content uit CMS, mails en tags, zit daar ook. Zodanig dat we kunnen gaan afleiden dat je bijvoorbeeld heel veel naar bepaalde series of naar sci-fi kijkt of zo van die zaken. Kunnen we daaruit afleiden. En gaan we ook gebruiken om dan de recommendation algoritmes te gaan laten draaien eigenlijk. Ja. Ofwel op een manier waarbij dat voor uw gebruiker twee keer per dag iets berekend wordt. Hè. Een beetje offline berekeningen, materializen. Zodanig dat je dat niet voor zaken die niet real-time kunnen. Of er zijn ook stukjes algoritme die draaien dan in wat dat wij noemen de data river van het platform. Dat zijn kleine algoritmes die er wel in slagen om real-time te draaien en binnen de 200 milliseconden een antwoord te geven. Dus beide technieken passen we daartoe. Voilà. Hier worden ook segmenten berekend in dat dataplatform, waardoor dat we bijvoorbeeld ook bepaalde mensen kunnen gaan outbound marketing doen, e-mail sturen of pushberichten gaan sturen, omdat u bijvoorbeeld een reeks dat gaat volgen waard dat die bijna gaat vervallen eigenlijk. Voilà. Dus dat is in een notendop op zo'n beetje de applicaties die betrokken zijn in het realiseren van VRT nu. Ik ga er redelijk snel door om nog wat tijd te laten voor vragen. Ja, hier zien we AIM eigenlijk met zo die curatie door redacteurs, waarbij dat we bijvoorbeeld, en nu bij VRT nu is eerder een rail opgesteld door een redacteur zelf. Hè. Dat kunnen ze perfect zelf, dat is niet persoonlijk. Die erboven, dat ziet je nu niet zo goed, maar gezien een lazy source, dat is een list van type API, een recommendation API, en met een bepaalde key eigenlijk. En die list dan door naar het dataplatform om u een persoonlijke recommendation te geven. Ik heb hier nog wat framework of productnamen opgekleefd, voor wie dat daarin geïnteresseerd is. VRT, DPC gebruiken we voornamelijk als we zelf dingen ontwikkelen, is het vooral Java of JavaScript of TypeScript. Zo bijvoorbeeld het VRT-profiel is een Spring Boot-applicatie. Die media service die dat eigenlijk de streaming-URL's aanbiedt voor hetgeen dat op de streaming-platform staat, is ook Spring Boot. De origin is een unified streaming origin. Dat zijn commerciële oplossingen, die CDN's. Elasticsearch. Heel veel Adobe momenteel bij VRT. We hebben Adobe Experience Manager, zoals gezegd. Adobe Analytics. En Adobe Campaign Manager, om daar de push messages en de outgoing e-mails mee te doen. En dan de achterliggende systemen zijn misschien minder gekend bij dit publiek, maar dat zijn Mediagenix Watson als planningssysteem en Avid Interplay als MAM-systeem. Voilà. En dan misschien nog snel afronden met de zaken die we zelf bouwen en zelf hosten. Zitten wij voornamelijk op AWS. En dan als je naar die GraphQL BFF gaat kijken, is dat een API gateway plus Lambda. Dus dat is een Apollo-server die op serverless draait eigenlijk. Het VRT-profiel is Elastic Beanstalk en een Aurora-cluster als database. Die user data service die een extreem veel request binnenkrijgt en moet kunnen slikken, is ook volledig serverless met API gateway Lambda en DynamoDB. En dan het dataplatform zelf is gebaseerd op AWS ook. Hè. Dus de basis daarvan is steeds S3. En we hebben daar bijvoorbeeld services zoals Athena, EMR, Kinesis, SageMaker. Worden daar gebruikt door een team van een achttal data engineers en data scientists. En voor het eerder transactionele stuk ervan, kijk ook eerder naar serverless oplossingen, zijn ook op Lambda. Voor die kleine algoritmes die real-time kunnen draaien eigenlijk. Voilà, dat was zeer snel erdoor gevlogen, denk ik. We hadden misschien nog ruimte voor wat vragen. Dus bij deze...